Nou, we zitten vandaag in een Honda Civic 1.8 Sport. Dus ik probeer zelf ook een beetje sportief te blijven, maar dat wil niet echt. Wat direct opviel toen we wegreden was dat het ABS en het tractiecontrole lampje brandt. En de eerste keer remmen werd ook vrij duidelijk waarom. De ABS doet namelijk dingen, maar niet de juiste dingen. Want hij gaat bij niet al te hard remmen, voel je in het pedaal en hoor je de pomp tekeer gaan. Maar bij ietsjes harder remmen blokkeert meteen het linker voorwiel. Als je dat dus een beetje op snelheid doet, dan begint de hele auto ook wat scheef te trekken. Dus dat vind ik best wel een linker situatie. Het regent, we rijden met de ramen dicht en de ramen beslaan ook allemaal een beetje, omdat de airco niet werkt. Dat is ook jammer. Hij is wat zoekerig. Demping is niet helemaal meer optimaal. Interieur is niet fantastisch meer. Heel veel krassen op het scherm. Waardoor het een beetje lastig zichtbaar is als het licht er verkeerd op staat. Maar het belangrijkste nog eigenlijk het vermogen of het gebrek daaraan. Hij zou 140 pk moeten hebben. 0 naar 100 in 8,6 seconden. Maar ik rijd nou in z'n 6 bij de 2500 toeren. Oh, en ik moet er hier af. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks als je gas geeft. Bovenin begint er wat te komen. Maar ik heb niet het idee dat er nog 140 pk in zit. Hij voelt moe. Ik ben benieuwd of we nog meer tegen gaan komen. En ik ben al helemaal benieuwd hoe die er van onderuit ziet eigenlijk. Nou, we zijn ondertussen een stukje verder op weg met de Honda. En er is niet veel bijgekomen. Ik hoorde Bart ietsjes janken op de achtergrond, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Over drempels doen de schokkers het eigenlijk wel weer redelijk goed. Alleen scherpe richels zijn gewoon ontzettend bonkerig. Zou ook zomaar een producteigenschap kunnen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Het grootste punt wat mij betreft is toch echt de werking van het ABS-systeem. De gebrekkige werking eigenlijk. Er zit ook wel een klompje in de drijflijn. Wellicht dat we daar ook nog wat voor gaan vinden. Dus tijd om een brug op te rammen. Nou, een klokje rond deze week. Een heuse primeur. Voor het eerst een Civic van de volgens mij 8e generatie. Kan ernaast zitten. Sanne, het is jouw auto. Heb je hem al lang? Ja, 8 jaar. 8 jaar, dat is al een hele tijd. Ja. Hoeveel kilometer heb je er zelf mee gereden? 200.000 ook. Oké, ja. Dat is echt wel flink. Ja, dat is best wel veel. Ja, ja. Ben je er een beetje zuinig op? Ja en nee. Ik ben een beetje laks geweest in mijn onderhoud. Als ik iets voelde of iets hoorde, is hij altijd netjes naar de garage geweest. Maar dat is niet altijd zo geweest. Dus, ja. Maar je bent niet iemand die voor elk wisselwasje naar de garage rijdt? Nee, zeker niet. Nee. Ik heb ook vrienden die hem zelf dan even nakijken en het kunnen fixen. Dus ja, dan gaat hij niet altijd naar de garage. Nee, precies. Dan begon Tim, die heeft net proefgereden. Die begon meteen te mouwen over allerlei foutmeldingen en zo. Je hebt je ook niet voorbereid? Nee, helemaal niet. Nee, het kwam ook best wel verwacht dat ik hierheen moest. Maar hij geeft inderdaad een foutmelding op de ABS aan. En die heb ik laten controleren. Daar kwam nog niks nuttigs uit. En dan moet ik nog verder laten onderzoeken. Maar dat is nog niet van toepassing geweest. Dus, het is nog geen flitsende start van de keuring, maar we gaan verder kijken. Nou, ondertussen hebben we ook het ABS-systeem even uitgelezen. En daar komen inderdaad meerdere storingen naar voren. Zowel op het pompmotorrelais van de ABS-pomp, de stuurhoeksensor, een cambus communicatiestoring en op een circuitstoring op de wielsnelheidssensor linksachter. Dus we gaan daar even kijken of we wat kunnen vinden. De juiste aanpak zou hier zijn, even storingen wissen, kijken wat er terugkomt. Want het zou kunnen dat hier wat ouds tussen staat, want de ABS-pomp hebben we voelen werken. Dus dat relais lijkt nu in ieder geval goed te werken. Dus daar is wat verdere diagnose aan nodig. Nou, onder de motorkap van de Honda vinden we eigenlijk niet zo heel veel ellende. De dingetjes die opvallen zijn de wat verhoogde karterdruk. Nou, in combinatie met het gebrek aan vermogen, volgens de eigenaresse hoge olieverbruik en hoge brandstofverbruik, duidt dat er allemaal wel op dat het motortje een beetje moe is.
Remvloeistof is aan de donkere kant. Er zit een jankje als de motor loopt in de regio van de multiriem. Dus dan verwacht ik een stuurpomp of een dynamo waar een lagertje wat minder begint te worden. En hij zweet wat olie bij de klepdekselpakking. Voor de rest eigenlijk geen ernstige zaken. Ik benoemde net al even de verhoogde karterdruk tijdens stationair draaien. Dat betekent dat als je de oliepeilstok of de oliedop loshaalt, dat er daar best wel wat lucht uit die opening stroomt. Je voelt echt wat tocht eruit komen. Die druk hoort een beetje neutraal te zijn of zelfs een lichte onderdruk om alle dampen uit het karter weg te zuigen. Dus de oliedampen en de eventuele verbrandingsgassen die erin terechtkomen. Het feit dat dit zoveel is in combinatie met het verhaal van het verhoogde olieverbruik en het verminderde motorvermogen duidt erop dat de zuigerveren of de afdichting tussen de cilinderwand en de zuigerveren niet meer 100% is, waardoor er best wel wat verbrandingsgassen in het karter terechtkomen en dus daar de druk stijgt. En dat merk je door de tocht die uit het karter komt. Nou, de onderkant van de Honda vind ik eigenlijk relatief weinig ellende. Wel een soortje uitgedroogde wieldraagarmen, rubbers en wat oliezweterij die we boven ook al zagen, maar niet ernstig. Maar wat wel heel erg opvalt, zijn de afwijkende keuzes die Honda gemaakt heeft bij het ontwerpen van deze auto's. Er zit er een iets wat vreemde wielophanging onder. Een uitlaat die langs de zijkant loopt, heb ik nog nooit gezien bij een personenauto. Het is wel een echte dubbele uitlaat, dus uit beide sierstukken komt uitlaatgas. Maar de raarste keuze vind ik nog wel de plaatsing van de brandstoftank. Want omdat de uitlaat hier langs loopt, is er midden in de auto, of midden onder de auto moet ik zeggen, veel ruimte. En daar hangt de brandstoftank. Ik kan hem hier net achter zien zitten en hij begint hier en eindigt hier. En hij zit dus echt midden onder waar de bestuurder zit ongeveer. Dat heb ik nooit eerder gezien. Ik ken wel merken die de brandstoftank tussen de achterbank en de kofferbak plaatsen, in dat schot daar. Maar midden onder de bestuurdersplek is apart. Dus leuk om weer eens wat anders te zien. Nou, we hebben de wielen even van de brug gehad ondertussen en daar is eigenlijk ook niet zoveel ellende te vinden. Wel zitten er achter B-merk bandjes gemonteerd en is de band rechtsvoor echt aan vervanging toe. Die zit onder het wettelijk minimum en is ook een beetje raar hol afgesleten. Maar qua spelingen op de wielophanging en remmerij, qua de mechanische delen, is het in orde. Dus dat is fijn. Ik ga nog even kijken of ik kan zien of deze wielsnelheidssensor wel of niet werkt. Nou, we zien dat de wielsnelheid gemeten door de ABS linksachter 0 is, terwijl het wiel duidelijk draait. Als we zelf het trucje aan de rechterkant doen, dan krijgen we gewoon een goede waarde. Dus de ABS-computer gaf zelf al een storing op de wielsensor linksachter en dat hebben we bij deze bevestigd. Die doet zijn werk niet goed. Dat kan aan 3 dingen liggen. Dat kan een kabelboomprobleem zijn. Dat kan het opname-element van de sensor zijn, dus het draaiende deel, of het kan de sensor zelf zijn. In dit geval zou ik beginnen met de sensor demonteren, opname-element goed controleren, ook het pasvlak van de sensor, want die afstand tussen opname-element en sensor is heel belangrijk. Controleren of daar niet te veel roest op zit, waardoor de sensor wat verder weg staat. Als dat in orde is, nieuwe sensor, kijken wat er dan gebeurt. En dan verwacht ik eigenlijk dat je er al bent. Ik moet zeggen, eigenlijk viel het me een beetje tegen, want die auto heeft maar 400.000 kilometer gelopen. Het is nog een Honda ook en de motor is versleten. Ja, dat, ik denk dat we ondertussen achterhaald hebben dat dat wellicht iets met het onderhoud te maken heeft gehad. En hij loopt nog, hij zal ook nog wel even blijven lopen, maar ja. Er zijn aardig wat ponies ontsnapt. Dus dat is jammer, dat had wellicht beter kunnen gaan met het juiste onderhoud. Ja, voor de rest een paar dingetjes die de auto echt onveilig maken. Eigenlijk hoofdzakelijk het ABS-systeem en de versleten banden. Ja.
voor de rest ja, een hoop kleine dingetjes. Ja. En ik vond het leuk dat je je zo verbaasde over de constructie van die auto. Dat wel, ja. Dat is wel echt een bijzonder ding. Niet alleen aan de buitenkant. Nee, inderdaad. Maar ook in het interieur, aan de onderkant. Het is een hele andere techniek. Best wel gewaagd wat ze destijds gedaan hebben. En wel grappig om een keer van de kwijt te zien. Ja, absoluut. Sanne, jij bent niet zo heel trouw met het onderhoud van je auto. Maar nou hoor ik dat er een serieuze ABS-storing in zit. Ga je dat dan wel fixen of denk je ook van, oh ja, laat maar. Die ga ik zeker fixen. Ja, ja, toch wel? Ja, 100%. Okay. Ja, 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 absoluut. Hey, wat is verder je plan met de auto? Want je hebt hem al zoveel jaren en rij hem altijd maar door? Of denk je van, ja, ik ga hem doorrijden. Ja? Ik rij hem op totdat de motor stopt en dan ga ik een nieuw kopen, denk ik. Ja, en wat koop je dan? Ik vertrouw zo op deze auto's dat ik denk ook echt weer voor een Honda Civic ga. Oké. Dus die hebben er een klant bij. Ja.